De cast van het nieuwe seizoen Beter Laat Dan Nooit is vandaag vertrokken naar Zuid-Korea. Samen met Estefana Polman zullen Ad Visser, Henny Huisman, Edwin Rutte en Frits Barend de culturen van Azië ontdekken. Wij hebben ze uitgezwaaid op Schiphol. Frits! Frits! Ja, ik heb er onwijs veel zin in. Ik ben een beetje gespannen nu, had ik helemaal nog niet. Maar ik kom nu aan en denk, oh ja, ja. Nee, maar denk je wat? We vinden het fantastisch. Ja. We gaan vooral genieten van de avonturen die we gaan beleven en wat we allemaal gaan doen. Ja, het wordt echt, ik denk echt dat het te gek wordt. Ik hou van verrassing. Ik leef op intuïtie. Dus ja, kom maar. De landen waar je naartoe gaat, dat zijn niet landen waar je dagelijks komt. En de groep waarmee we gaan. Met Estefana denken we erbij van. Ja, dat is een goede keuze. Het zijn jeugdiconen van mijn ouders. En kijk, ik ben 30, dus sommigen moest ik ook wel eventjes weer terugkijken. En je kent ze wel, maar van naam. En ik ga met het idool van mijn kinderen op stap. Ja, ja. Ome Willem, ja, dat was voor mijn kinderen echt een idool. Maar hebben deze iconen zich wel voorbereid op de Oosterse keuken? Integendeel, ik kijk er naar uit, jongen. Lekker, man. Ze kunnen koken daar, hoor, in die landen. Nou ja, ik denk dat ik vet aan de schijt ben de hele reis. Maar ja, dat is niet anders dan, ja. Nou, ik ben gek op die Oosterse keuken. Maar ik heb wel geleerd, ik ben er wel vaker in dat soort landen geweest. Ik ga niet op markten eten of zo. Ja, maar jij eet alles. Je bent gewoon een kannibaal. Maar ik ben natuurlijk vegetariër, dus ik moet het een beetje hebben van zeg maar de bonen en weet ik van, of weer niet te veel bonen, want ik zou dat niet doen. Nee. Ik ben niet zo van, oké, ik moet alles zomaar pakken. Dus ik ben wel een beetje, laat die man dan maar eerst even proeven. Ik wil wel weten dat het eten veilig is voor zover je dat kunt weten. Ik hou het maar rustig bij witbrood anders. Witbrood met olijfolie kan altijd, hè? Dat hebben ze overal, in elk land, volgens mij. Als je niet aan de schijt wil, moet je niet olijfolie nemen. Maar het is ook grappig hoe er altijd wordt gedacht dat in dat soort landen... Dat je gelijk ziek bent. Ja. Ja. Sommige landen hebben het beter voor elkaar dan wij hier, hoor. Jij weet het, omdat je heel veel reist. Frits Barend, die heeft een bijzondere rol met Estefana Polman. Nou, het is grappig dat... hij heeft natuurlijk die helden, dan maakt hij portretten van sporters. Op een gegeven moment maakte hij een portret van Rafael. En die vroeg, joh, kan je me nog even wat dingetjes laten zien van die je in het verleden hebt gemaakt van die portretten. Dus die stuurde toen een aantal portretten op, waaronder dat van Estefana. En toen zei hij... Hé, maar hallo, wat is dit voor mooie vrouw? De mooiste vrouw. En ik ben een alleenstaande man. Doe mij even haar nummer. Toen heeft Frits in eerste instantie gezegd... Nee, want ik ken al die voetballers, dat ga ik niet doen. Toen had Rafael gezegd... Nee, maar ik ben niet zo'n voetballer. Nou, had Frits gezegd... Oké. Had hij om 12:00 s'nachts het nummer van Estefana aan Rafael gegeven. Om 11:55 had hij haar al gebeld. 5 minuten later. En toen hebben ze vervolgens 4 uur lang aan de telefoon gezeten, die hele nacht. En dat gesprek dat hield maar niet op. En er was een enorme klik tussen die twee. En zij is vervolgens een paar weken later naar Sevilla, waar hij toen voetbalde, gevlogen. Wat een goed verhaal. En zo is het allemaal ontstaan. Daar stond toen weer toevallig een fotograaf van Mijn Weekend destijds. Die heeft daar een foto van gemaakt. Dus ze hebben heel lang in stilte hebben ze niet kunnen genieten. Want wij waren er meteen bij toen zij inderdaad daar landde. Maar het was een leuk. Dus zij heeft haar grote liefde te danken aan Frits uiteindelijk. En nu gaan ze dus samen op reis. Ik denk dat het echt geweldig wordt. Ja. Ik denk ook dat het een hele leuke combinatie van mensen wordt. Ja.